Franciska Nessenhof is een woongebouw van Sint Jozef. Hier vuren wij 34 appartementen. En in opdracht van ons is de aannemer aan de slag gegaan om het gebouw te renoveren. Het gebouw is ongeveer 30 jaar oud. Eerder zat het vast aan het naastgelegen zorgcomplex De Hofkamp. In 2019 is dat losgetrokken van elkaar. En op dit moment zijn hier 34 woningen geschikt voor mensen van 65 jaar en ouder. Ze zijn geschikt in principe wel voor één of twee personen. De woningen hebben allemaal één slaapkamer. Dus dat is soms voor mensen met z'n tweeën te klein. Maar het kan wel. De badkamer met toilet is volledig vernieuwd. Daarbij hadden de bewoners ook wat keuzes in kleuren. Er is een deur vanuit de woonkamer naar of het terras of het balkon gekomen. De schuifdeur vanuit de slaapkamer naar het balkon is vernieuwd. Er zijn isolerende maatregelen getroffen. Dus HR++ glas, schilderwerk buiten. En voor de woningen op de verdieping zijn de balkons vergroot. Die zijn nu 3 bij 4 meter, als ik het goed heb. En dat is een behoorlijke verbetering. In de balkons, in het hekwerk, daar zie je silhouetten terug van de zusters van de Franciscanessen. Dat waren ook de oprichters van het Sint-Elisabeth ziekenhuis hier in Almelo. En daar is het ook een verwijzing naar. Ja, naast het isoleren van de woningen en het gebouw beschikt iedere woning over 6 zonnepanelen. Die zijn hier op het platte dak geïnstalleerd en iedere woning heeft dus 6 zonnepanelen. Verder hebben we mechanische ventilatie toegevoegd, zodat het leefklimaat goed en gezond is. En voor het koken geldt dat mensen op inductie koken. Dat is een stukje duurzamer, maar ook veiliger.